Vandaag een totaal andere video dan een kookvideo zoals je misschien meestal gewoon bent. Ik ga een polsbandje maken. Hoi, ik ben Elke van Veganistisch Koken. Vandaag ga ik een polsbandje maken. Dat is iets wat ik eigenlijk al langer wilde. Maar overal waar ik het zag liggen was het van leder. Dus totaal geen optie. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik er zelf eens creatief mee aan de slag. Ik had aan mijn moeder, die rijdt met de koersfiets en ja, vaak ook al eens platte band. Dus ik had haar gevraagd van de binnenbanden, kan je die bijhouden voor mij? En ik heb hier een doosje met allemaal binnenbanden met een gat in. Dus daar wilde ik creatief mee aan de slag. Nu, om eerlijk te zijn, ik heb ja, twee linkerhanden. Dus het moest wel iets zijn dat super eenvoudig was. Ik heb wel eens rondgesurfd en ik kwam wel wat mooie dingen tegen. Maar leek mij eigenlijk allemaal veel te moeilijk. Dus het moest echt super, super simpel zijn. Dus ik heb een manier gevonden. Ik dacht, met die binnenbanden krijg je ook wel zo een beetje een effect zoals een lederen bandje. En ja, hoe moest ik die aan elkaar zetten? En dat was het moeilijke stuk. Maar ik heb hier nu drukknopen voor gebruikt. Was ook nieuw voor mij de eerste keer dat ik het probeerde. Maar ja, dat was zowat de simpelste manier die ik kon bedenken om te doen. Nu, Stijn wil er ook zo eentje, dus laat ik er zo eentje maken op video. Als eerste stap ga je een stukje van de binnenband afsnijden. Deze heb ik al in twee gesneden, omdat ik er al eentje van gemaakt heb. Ja, je kiest een stukje dat je leuk vindt. Soms heb je, ja, hier was een gat in, dus dat ga je niet nemen. Hier heb je een stukje met een ja, met een stempel op. Vind je dat leuk, kan je dat nemen. Vind je dat niet leuk, dan ja, zorg je dat je een ander stuk neemt. Dus hier heb je een stuk en ja, daar neem je. Dat moet nog niet perfect zijn. Snijd er eerst gewoon een deel af. En dan ga je het opensnijden, zodat je een vlak geheel krijgt waar je het bandje van kan maken. Nu, ja, die band heeft hier zo ribbeltjes op. Dus als je zo'n ribbeltje volgt bij het knippen, dan ben je eigenlijk vrij zeker dat je daar recht in knipt. Dus ga je mooi gewoon op het lijntje tot die volledig opengeknipt is. Zo, nu is die open. En nu krijg je zo een lapje dat je kan gaan gebruiken voor je polsbandje. Nu, de twee verschillende kanten zien er allebei anders uit. Deze is wat matter. Deze is ietsjes blinkender. Dus ja, dat kan je gewoon de keuze maken welke kant dat je zelf het mooiste vindt om hierin te gaan gebruiken. Wat we eerst nog gaan doen, voor we het gaan afwerken, voor we de sluiting gaan bevestigen, is het goed wassen. Want ja, het is wel wat vuil, dus je gaat het eerst wat wassen met wat water en zeep. Goed laten drogen en dan gaan we het verder afwerken. Thank you.
heb net mijn tweede polsbandje gemaakt. Een hele andere video dan anders. Hopelijk vind je het leuk. Laat me zeker weten of je meer van deze video's wil of toch liever kookvideo's. Sowieso bedankt voor het kijken. En vond je het leuk en wil je nog meer video's zien, ook kookvideo's? Vergeet dan zeker niet te abonneren op het kanaal. Bedankt voor het kijken. Bye!